10 jaar Q. Thanks to you. Q Music bestaat 10 jaar en daarom ga ik de komende maand het land in om herinneringen op te halen. Jouw herinneringen aan Q en aan de afgelopen 10 jaar. 10 jaar geleden was ik 25. Hard werken. Met poppetjes en oudjes spelen. Toen zat ik nog op de basisschool, volgens mij. Toen zat ik op school. Ik moet zeggen, met de beste vriend die ik toen de tijd had, daar heb ik nog wel steeds contact mee, denk ik maar nu. Voor de rest zijn de meeste vriendschappen eigenlijk wel een beetje verwaterd. Wat ik 10 jaar geleden deed. Vandaag. Nou, niet letterlijk misschien, maar hoe zag uw leven eruit 10 jaar geleden? Oh jeetje, nou niet zo heel erg veel anders dan nu. Ja, ik ben ruim niet terug te kijken. Hoe is uw feitenkennis over het verleden? Mijn feitenkennis? Over wat bedoel je precies? Nou, weet u nog of de ziekte SARS bijvoorbeeld, is dat de afgelopen 10 jaar geweest of langer dan 10 jaar geleden? Ik denk rond de 10 jaar. Volgens mij langer dan 10 jaar geleden, toch? Ik heb de hele uitbraak van SARS gemist. Dat was toch niet overal? Dat was alleen Londen, toch? Nou, dat weet ik echt niet. De bruiloft van Willem-Alexander en Maxima, langer dan 10 jaar of de afgelopen 10 jaar? Langer dan 10 jaar. Volgens mij daarvoor nog. Weet je wanneer? 2003 of zo. Afgelopen 10 jaar, toch? Ah, 2002. Oh ja, ik ben niet echt bekend met het Koningshuis. De iPhone. Langer dan 10 jaar geleden of de afgelopen 10 jaar? Afgelopen 10 jaar. Ik denk afgelopen 10 jaar. Langer dan 10 jaar geleden. Afgelopen 10 jaar. Zijn er inmiddels 7, 6 maal 2 jaar. Daarvoor. En even kijken hoe je muziekkennis is. Ik moet zelf ook even spieken natuurlijk, want of ik het nou maar uit mijn hoofd weet. Het liedje Last Ketchup, afgelopen 10 jaar of eerder? Eerder. Weet je, dans je nog? Nee, niet echt meer, nee. De dag. Ik weet hem niet helemaal meer, maar zoiets. Nou, je hebt wel goed, 2002 was dat, Coldplay en Viva La Vida. Dat was wel de laatste 10 jaar, denk ik. Korter. Ik denk ook korter. Niet langer dan 10 jaar geleden. De rage planking. Afgelopen 10 jaar. Weet je nog hoe die ging? Ja, dan moet je op de meest vreemde objecten moet je helemaal zo plat gaan liggen. Ik zou zo blij zijn als we hem ergens kunnen doen. Liggen, hè, op een bankje of op een straat. Ja. Langer dan 10 jaar geleden of in de afgelopen 10? Afgelopen 10. Nou, is korter dan 10 jaar. Korter dan 10 jaar. Hoe ga je? Ja, nou wel goed. Ja, ik heb iets onder mijn buik zitten. Jij hebt het zwaarder. Hoe heet je eigenlijk? Lot. Lekker, lekker planken met Lot. Het was 2011. Dus ik zat goed, toch? Ja, hij zat superlekker. Oké. Ja, bedankt voor het kaartje sturen naar mevrouw de Jong toen ze jarig was. Door jou is ze nog steeds niet kapot te krijgen, hoor. Bedankt voor het lachen, Henk. Met de leukste lach van Nederland.